Vaart, goedenavond en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Kun Studio Sport op deze maandag 22 juni 2015. Voor wat het binnenlands gedeelte betreft, want wij gaan heel gauw met het programma van start, hebben wij de wedstrijd tussen Bomma Star en Robin Hood. De tweede wedstrijd uit de twee kampen waarbij Bomma Star de eerste wedstrijd met 4-3 won en Robin Hood dus sterk terug zou moeten komen. We gaan er even uit voor een woord van de sponsor en ik ben straks bij je terug. Welkom terug. We gaan gelijk van start met het lokale gedeelte. Voor wat betreft SVB top sectie voetbal, geen voetbal meer voor wat betreft dit seizoen. Want tot aan afgelopen vrijdagavond was de grote vraag nog steeds. Krijgt de hoofdklasse nog een promovendus erbij of gaat er nog een ploeg degraderen uit de hoofdklasse? De eerste wedstrijd in de twee kamp tussen Bomma Star en Robin Hood die eindigde in een 4-3 overwinning voor Bomma Star. En in game 2 moest Robin Hood sterk terugkomen. Laten we even kijken naar de highlights. Dit is dan dus het moment van de aftrap. Bomma Star in het geel gekleed. Geel shirt, zwarte broek, groene sokken. Goed, dat is de combinatie waar ze voor kiezen. En dit was dan de eerste kans voor Jalani Jemisi. Tegen de paal. En het volgende schot was vlak voor langs. En dan Bomma Star, Robin Hood in de aanval. Dit is de speler Adioso van Buren, die op fantastische wijze de doelman van Bomma Star Kowit omspeelt en de bal het lege doel inspeelt. Robin Hood 1, Bomma Star 0 en de problemen voor de ploeg van Ricardo van Troo begonnen. Hier een aanval van Bomma Star, gevaarlijk voor het doel, maar de speler mist accuratie en de bal gaat ook over. En hier dan Robin Hood in de aanval. Let u maar even op dit moment. Beslist u maar zelf mee. Roxy Fair met een fantastische actie wordt hier ten val gebracht. En de vraag is natuurlijk, is dit een penalty of niet? Nogmaals dit moment. En dan Bomma Star in de aanval. Weer zo'n geval waarbij men denkt aan penalty of niet. Maar de arbiter die bleef bij zijn beslissing en gaf gewoon een doeltrap in deze situatie. En dan Robin Hood in de aanval. Dit is de speler Bel, Roger Bel, jonge voetballer. Roger Rosebel legt af op de jonge Roxy Fair en die heeft de bal voor het intikken. Het staat 2-0 voor Robin Hood en de vreugde is groot. We zitten in de tweede helft. Bal over doel gekopt. En Robin Hood weer in de aanval hier. Voorzet. En Roxy Fair kopt prachtig in. En beslist de eindstand van de wedstrijd op 3 voor Robin Hood. 0 voor Bomma Star. Bomma Star terug naar de eerste klasse. En Robin Hood die promoveert na een jaartje in de eerste klasse doorgebracht te hebben. Weer naar de hoofdklasse. Zo, we hebben dus een promovendus erbij. Ik zit trouwens niet alleen aan tafel vandaag. Ik ben samen met de trainer van Robin Hood zelf, dat is Dwight Renfrum. En een oude, hele goede vriend, Wiener Schal. Heren, een van harte goedenavond. Goedenavond, Ratsit. En ook de kijkers en luisteraars. Ja, alles goed bij Wiener? Meer dan goed zelf. Ja, voetbal volop. Mannen, vrouwen. Dus je geniet van maar sowieso. Ja, zeker weten. Als je eenmaal erin geboren bent, dan kan het je niet vervelen. Ik kan me helemaal voorstellen. Dwight, daarnet nog de beelden. Ja. Robin Hood, kampioen. Ja, we zijn kampioen. Semi-kampioen, maar je voelt je absoluut als een kampioen. Ja, semi-kampioen is ook een kampioen. We hebben er hard voor gewerkt. Het was een lange weg die we moesten afleggen. Ja. Maar met de volle inzet van de spelers en het bestuur en de staf hebben we het, godzijdank, toch behaald. Is het gelukt? Het is toch ietsje anders afgelopen, zoals Mitchell Kisor, die de vorige aflevering bij ons in het programma zat.
En natuurlijk had gehoopt als aanvoerder Bommastar in de hoofdklasse te helpen houden. Het is gewoon wat anders verlopen. De coach van Bommastar, dat is Ricardo van Trouw. En Romeo Peters was in gesprek met deze man. Eerste klasse, trainer van Trouw stapte de rijdende trein in met de bedoeling de boys te behoeden van degradatie, maar het is niet gelukt. Jammer genoeg niet. Ja, kijk, we hebben zoveel. In feite is ons doel geweest om Bommastar zo'n beetje zeg maar, te repareren wat er nog te repareren was. Maar als een ploeg eenmaal daar beneden hangt, ja, en dan ga je alles eraan doen als trainer om toch te kijken als je die ploeg boven water kan krijgen. Maar ja, het is niet gelukt. Maar we zijn toch niet ontevreden omdat we het gebracht hebben tot de promotie-degradatiewedstrijden. Ja, dus eigenlijk het doel dat we hebben nagestreefd, want ik ben het niet alleen. Ik werk samen met een andere trainer, Ashwin. En we hebben alles eraan gedaan om Bommastar toch te behoeden van degradatie. Maar ja, kijk, voetbal is een spel waar je moet scoren. In de eerste wedstrijd hebben we 4 doelpunten gemaakt. Ja, we stonden voor. Maar als je gaat met een gelijkspel, dan je moet weten dus dat Robin het zo moet winnen. En ze hebben hun best gedaan en ze hebben inderdaad gewonnen, ja. Maar geen vuiltje aan de lucht, dat is de andere kant van voetbal. Het ligt aan het bestuur wat ze gaan beslissen. Maar Bommastar die gaat terug naar de eerste klasse. En de eerste klasse is topsectie, zonder te onderschatten. En ik denk dus dat er daar organisatorisch dingen geregeld zal moeten worden om terug te proberen te komen in de topsectie. De trainer, de verliezende trainer van Bommastar, Ricardo van Trouw. De man of the match bij Robin Hood, dat is niemand anders dan de jonge international Roxy Fair. En ook met hem was Romeo Peters in gesprek. Hoe voel jij je op dit moment? Nou, ik had het al gezegd dat Robin nu terug naar de hoofdklasse gaat. Dus dat is ons geluk, dat was ons doel. En dat is ons geluk, we hebben keihard ervoor gewerkt. Man, ik zei het al, ik was 5 wedstrijden geschorst. En Robin Hood kwam in het dal, dus ik moest dat herstellen. En ik heb het gedaan voor Robin Hood. Je hebt het gedaan voor Robin Hood. Nou Roxy, je moet gaan feesten. Nog eens, gefeliciteerd. En je mag je wel trots voelen. Dank u. Ja, al dus Roxy Fair. Dolblij daar op die bewuste vrijdagavond. Dwight, wat een moment eigenlijk. Je promoveert met Robin Hood nadat ze een jaartje in de eerste klasse hebben moeten spelen, weer naar de hoofdklasse. Ja, dat is duidelijk. Je zag het, Roxy heeft het duidelijk aangegeven. Ja. Aan het einde van de competitie was ons doel duidelijk promoveren naar de hoofdklasse. Ja. Nadat we een heleboel tegenslag hebben moeten verwerken tijdens de competitie, hebben we de koppen bij elkaar gestoken. Met de jongens gesproken en ze hebben we gericht gewerkt om ons doel te bereiken. En het is vrijdag gelukt. De persoon die een 3-0 score ziet of hoort 3-0 voor Robin Hood denkt aan een makkelijke overwinning. Is dat ook zo geweest? Nee, het was duidelijk geen makkelijke overwinning. We wisten dat Bommastar zijn huid duur zou verkopen. In de eerste wedstrijd hebben ze ook al bewezen dat ze ons duidelijk onder druk konden zetten. Ze hebben ons tactisch eigenlijk op tactische momenten hebben ze eigenlijk toegeslagen bij de eerste wedstrijd. Ja. En wij hebben eigenlijk van die fouten kunnen leren. Uh-huh. En daar hebben we dan met de jongens gesproken. En u zag het duidelijk in de wedstrijd dat wat eigenlijk in de eerste wedstrijd fout ging, ja, is eigenlijk in de tweede wedstrijd dan veel beter gegaan. En waar heeft het verschil dan gelegen als je het een beetje specifiek kan aangeven in de tweede wedstrijd? Nou, de eerste wedstrijd dus zag je duidelijk dat we taxatiefouten maakte tijdens dode momenten. Ja. Die hebben we duidelijk voorkomen bij de tweede wedstrijd. In een mum van een week, zeg maar. Ja, omdat eigenlijk, u zag het duidelijk, vooral bij het tweede doelpunt, waren die tegenstanders duidelijk niet goed opgesteld. Ja. De meeste fasen stonden eigenlijk bij de eerste paal. Terwijl eigenlijk de spelers die vanuit de tweede paal komen, sowieso gevaarlijker zijn. Dus hebben ze daarop gewezen en ze hebben zich goed hersteld. En als ik ook kan aangeven dat je duidelijk zag bij de eerste wedstrijd dat je die laatste bal die eigenlijk moest komen om het doelpunt te forceren,
of niet goed kwam, of helemaal niet kwam. Maar je zag duidelijk bij deze tweede wedstrijd dat die laatste bal op de juiste manier werd afgegeven. En we hebben goed gebruik gemaakt daarvan. Ja. Wiener, hoe kan het eigenlijk dat je zo'n belangrijke wedstrijd, waarbij je eigenlijk al een voorsprong hebt van 1-0 als hoofdklasseploeg, dat je dat uit handen geeft tegen een ploeg die eigenlijk naar boven wil komen, wil promoveren? Ja, als je geluisterd hebt naar het interview van de eerste wedstrijd van Trill van Troo, is dat hij dus dan niet direct zou gaan om te verdedigen, maar hij zou dus gewoon een open wedstrijd spelen. Ja. Om te proberen toch wel ook doelpunten te maken. Maar het blijkt dat de jongens van Bommestar, die waren overenthousiast. Ja. Hij ziet duidelijk hoe ze omsprongen met die kansen die ze benut hebben. En aan de andere kant had je dat de jongens van Robin Hood bijzonder agressief waren. Uh-huh. Het moest gebeuren. Ja. En dat hebben ze dus ook dankbaar gebruik gemaakt van het overenthousiasme van Bommestar. En het moment dat je dus de kansen krijgt en je benut ze niet, ja, dan zal het aan de andere kant lukken. En als je ziet de manier hoe de jongens toch op het veld waren, de jongens van Robin Hood, ja, dan zie je duidelijk dat ze dus dan voor niets anders zijn gegaan. Ja. En ze hebben dus Bommestar afgestraft. Dwight, kan je vanuit het spel van Bommestar misschien een beetje aflezen dat ze echt vanuit de 1-0 voorsprong gingen voetballen? Dat heb ik niet echt duidelijk kunnen merken. Wat ik wel wist is dat ze heel vroeg een doelpunt wilden maken. Yeah. En dat was eigenlijk ook onze wedstrijdplan. Yeah. Dat we sowieso hoog druk zouden moeten zetten. En proberen om zo vroeg mogelijk een doelpunt te maken. Wat ook is gelukt. Voor die wedstrijd wisten wij ook dat het een wedstrijd zou zijn van doelpunten. Omdat het twee aanvallend ingestelde ploegen zijn. En we hebben ons daarop voorbereid. We hadden wel ook een beetje geluk aan het begin. Bij de eerste kans van Bommestar. Ja. Die bal tegen de doelpaal kwam. Was dat trouwens Jimmissi? Het was Jimmissi, ja. Jalani, toch? Ja, die kans creëerde. En ik denk dat je andere wedstrijd zou krijgen als dat doelpunt was gescoord. Dus wij waren op alles voorbereid. Zou je dan een beetje terug getrokken Bommestar verwachten? Nee, duidelijk niet. Duidelijk nee, maar als die 1-0 was gescoord? Ja, dan zouden we wel een meer verdedigende ingestelde ploeg krijgen tegenover ons. Maar we hebben ons daarop ook voorbereid. En we hebben een aantal scenario's uitgewerkt om deze wedstrijd tegemoet te gaan. Goed. Dan gaan we even kijken naar de laatste stand van zaken van de SVB voor dit seizoen. En dan zien we dus gepromoveerd naar de hoofdklasse. Ja, het was al bekend van Nishan 42. Nu is het ook officieel van SV Robin Hood. En gedegradeerd naar de eerste klasse, dat weten we al lang. Dat SNL een stap terug moet doen. En nu ook jammer genoeg voor Ricardo van Troo en Mitchell Kieser ook de ploeg van Bommestar. Goed, Dwight, maar dan ben je nu gepromoveerd. En je weet, na promotie begint het echte werk. Wat staat je te wachten als trainer straks in de hoofdklasse? Nou, we zijn er sowieso bewust van dat de hoofdklasse sowieso een hoger niveau is. Ja. We hebben al besloten dat we sowieso gaan voor versterking. Ja. Maar dat wil ook niet zeggen dat we alle dollen gaan inkopen. We gaan sowieso de mogelijkheden creëren dat er jeugdspelers kunnen doorstoten naar de seniorenploeg. En dan we gaan bewuste spelers uitkiezen die duidelijk een toegevoegde waarde kunnen zijn voor Robin Hood in de hoofdklasse. Wordt het je eerste jaar als trainer in de hoofdklasse? Ja, het is ook mijn eerste jaar als trainer bij de seniorenploeg van Robin Hood. Oké, dus een fantastisch debuut, zeg maar. Dus. Ja, ik ben wel zeker al 9 jaar bezig bij Robin Hood. Mm-hmm. Ik ben gestart als U9 trainer. Ja. Tot de U15. Elke klas heb ik 2 jaar onder je hoede gehad. Dus langzaam opgekomen. Ja, toch wel, totdat Robin Hood degradeerde. En het werd me gevraagd. En ik heb het niet getwijfeld. Wie nou wat staat Dwight als debutant te wachten?
als debuterende trainer in de hoofdklasse. Met het pas gepromoveerde Robin Hood. Ja, je moet het zo zien dat Robin Hood was op de Suriname rivier. Hè. Zijn gekomen bij de monding van de zee. En hij zal zeker storm krijgen, ja, als hij eenmaal op zee is. Maar ik heb een paar interviews van hem gevolgd en zie dat hij dus dan zelfverzekerd, ja, praat. En dat is belangrijk. Als er een goede afstemming is met zowel bestuur, jongens, organisatie, zit goed in de schoenen. Ja, ik heb wel van hem kunnen vernemen tijdens een interview op de televisie, dat hij zijn ploeg nu als een ervaren ploeg vindt. Ik vind het nog niet. Ja. Omdat die jongens dus een... Want een week geleden waren ze nog een jonge ploeg. Yeah. En na een week zijn ze dus zo ervaren geworden. Uh-huh. Maar dat krijg je dus van... Wanneer je dus je doel bereikt hebt. Yeah. Dus met dit team... denk ik dat ze toch wel versterking nodig hebben. En waar het zal gebeuren, weten we nog niet. Omdat de voorraad is ook niet zo geweldig. Nee. Wat betreft... versterkingen die je moet gaan pakken. Ik denk dat Dwight die mening is toegedaan, Dwight. Want wat moet Robin Hood eigenlijk doen om niet hetzelfde als Bomastar mee te maken? Want Bomastar was vol overtuiging gepromoveerd naar de hoofdklasse. Dat weet je ook nog wel, denk ik. Maar ze degraderen het jaar daarop gelijk weer. En dat wil je niet met Robin Hood natuurlijk meemaken. Ja, ik ben het volkomen eens met meneer Schaal. Ja. Dat er heel weinig, keuze is. Qua voetballers waarbij je heel veel aan kan hebben in een ploeg. Dus eigenlijk, Robin Hood heeft eigenlijk een luxe dat heel weinig ploegen hebben. We hebben een hele goede jeugdopleiding. Okay. En ik denk dat we het toch verder zullen doen met deze jeugdvoetballers. Een jongere voetballer kan je makkelijker ombuigen. Je kan hem makkelijker beïnvloeden. Dus ik denk dat we gewoon deze weg verder zullen bewandelen. Om veel gebruik te maken van onze jeugdspelers. Ja. Maar desalniettemin kan ik meneer Schaal tevreden stellen. Hmm. Dat we zeker 4-5 goede voetballers toch zouden kunnen vinden tijdens de transfermarkt. Okay. Of transferperiode. Om dit stuk even af te sluiten, Dwight. Hoe gaat het bestuur erop inspelen om... De Biggie Tigris, zeg maar. Mm-hmm. Inter Mugotapu, Notch, dat soort ploegen, WBC, een beetje op afstand te houden. Want ook deze ploegen en het bestuur van hen, die ziet wat de ontwikkeling van Robin Hood is. Die ziet wat er op de velden rondloopt voor Robin Hood. Hoe willen jullie jongens als Roxy Fair en Rosabel allemaal vastbinden, om langer bij jullie te blijven voetballen, om de juiste ontwikkeling te genieten? Nou, sowieso als die jongen weg wil gaan, ga je hem niet tegen kunnen houden. Dat bedoel ik. Maar we voeden die jongens, we voeden ze sowieso. Nu ga ik niet specifiek kunnen aangeven hoe we het doen, maar we zijn bezig met die jongens. Die jongens hebben ook zelf aangegeven dat ze bij Robin Hood willen blijven. De clubliefde is er dus. De clubliefde is er. En voel je het echt, dat ik aan man deed? Het is er duidelijk, het is er duidelijk. Ik heb een van onze spelers horen zeggen van, binnen 3 jaar denkt hij niet dat hij Robin Hood gaat verlaten. En als hij Robin Hood zou verlaten, zou het zijn voor een buitenlandse club. Het bestuur werkt. Het bestuur probeert de jongens duidelijk tevreden te stellen. Duidelijke afspraken met te maken. Ja. Aangeven wat hun plichten en wat hun rechten zijn. En van daaruit denk ik wel dat die jongens een bepaalde zekerheid opbouwen en meer vertrouwen geven in die club. Je moet niet vergeten dat een speler die eigenlijk het voor het materiële gaat, ja, het materiële is eigenlijk voor een korte periode. Absoluut. Als je gaat voor je eigen ontwikkeling, denk ik dat je veel meer hebt aan die ontwikkeling voor je verdere voetbalcarrière. Als je over een paar jaren zo laat me zeggen, als Roxy bijvoorbeeld over 2-3 jaar een contract wordt aangeboden door een kleine club vanuit het buitenland, heeft hij er zelf profijt aan. En dat kunnen dus jullie het hem ook natuurlijk. Ja, en dat sowieso gaan we hem dat kunnen. Als we morgen zelf een club aankloppen, zal meewerken dat Roxy die stap maakt, omdat het eigenlijk voor zijn eigen ontwikkeling is. En als de spelers zich ontwikkelen, ja, wordt het voetbal van Suriname ook ontwikkeld. Natuurlijk. Ja. Mooi gezegd.
We gaan er even uit voor een woord van de sponsor. We zijn straks bij u terug met... rest mij Wiener te danken voor zijn aanwezigheid weer. Wiener. Ja, dat heb ik graag gedaan. Ik wil ook gebruik maken van de gelegenheid om te herinneren. Feliciteren met zo'n jongens, of alles wat Robin Hood heet. Ja. Hij krijgt het natuurlijk bijzonder moeilijk. Absoluut. Als jonge trainer. U feliciteert hem en u wens hem veel succes natuurlijk. We hopen nou natuurlijk dat we weer een topper krijgen, want bij de vereniging van mij gaat het ook niet zo geweldig te ontvangen. Krijg je af en toe al wat tintelingen onder je voeten, Dwight? Nee. Dus je denkt van, hé, hoofdklasse jongen. Nee, als trainer kan je dat niet maken om tintelingen te krijgen. we gaan ervoor, we hebben een hele goede technische staf. Ja. Trainer Biswajit Kali en ik maken dat uit. En we mogen ook rekenen op de jeugdtrainers, die een hele goede job daar doen bij de jeugd. En zorgen dat wanneer we jeugdjongens nodig hebben, dat die jongens klaar zijn om het grote werk te doen. Mooi. Dwight? Maar als ik even mag, ik apprecieer dat ik van zo'n grote transvaler de gelukken en de felicitaties mag krijgen. Echt eerlijk gezegd, is ook een van mijn boekbeelden geweest de afgelopen jaren als kleine jongen. Dus ik apprecieer dat ik van zo'n grote transvaler de felicitaties mag ontvangen. Mooi. Dwight, bij deze ook QN Sports wens jou heel veel succes. Ja, dank u wel. Dit was het dan voor wat betreft deze aflevering van QN Studio Sport. Zondag zijn wij er weer met een volgende aflevering. Rest mij u een fijne kijkavond toe te wensen. Goedenavond.